Dit is de schaal waar het om gaat. En je ziet het, de naam van Terlede staat er al ingegraveerd. Voor het eerst in de clubhistorie kan de ploeg uit Sassenheim promoveren naar de derde divisie. Een gelijkspel, dat volstaat. En de club is er klaar voor. Hoe erg snakt Terlede naar een kampioenschap? De afgelopen 2 jaar ging dat feitelijk natuurlijk mis in de nacompetitie. Wat we heel graag willen, is los van de klasse waar we in spelen, is weer spelen tegen onze vrienden van FC Lisse en hopelijk Quick Boys. En als je dat allemaal bij elkaar neemt, dan willen we het natuurlijk toch ook wel graag. Ja. En als je zo dichtbij bent, dan is dat toch ook wel het moment. Dus het moet vanmiddag maar gebeuren. Een club als Terlede, ook zo'n grote club in de Bollenstreek, die hoort toch gewoon thuis in de derde divisie? Dat is vanaf de zijkant dat is wat makkelijker gezegd dan gedaan. Daar zitten ook zaken als budget onder. Ik vind, als je kijkt waar wij nu staan, zitten wij in een klasse die ons ook goed past. Maar we hebben zeker ambitie om door te gaan. En als je kijkt naar de clubs die de laatste jaren zijn doorgeschoten, dan zie je dat ze dat heel aardig doen in die klasse. En dat geeft ons natuurlijk moed dat wij ons ook minimaal kunnen handhaven. Met vuurwerk, fakkels en confetti worden de 22 spelers verwelkomd op het hoofdveld van Sportpark De Rode Molen in Sassenheim. Zo'n 1000 man publiek is afgekomen op deze kampioenswedstrijd. En dit spandoek is gemaakt speciaal voor de nummer 10 van Terlede. Dat is Steven Waier. Zijn vader werd al eens kampioen met Terlede, Emiel Waier. En nu kan zoon Lief in zijn voetsporen treden. De openingsfase van de wedstrijd is voor Terlede. En dit schot van Limon gaat maar net naast. En Van Otterlo van Terlede, die pept het publiek nog eens op. Hoekschop voor Schravenzande. Westhof. Ja, en het is dat die speler van Terlede daar op de doellijn staat. Anders was het hier 0-1 geweest. Beide teams treffen elkaar komende donderdag ook op Hemelvaartsdag. Dan is het de bekerfinale. Nu is het een regulier competitieduel. De laatste speeldag in de hoofdklasse A. En Terlede komt op voorsprong. En dan maakt die Dekselse Steven Waier hem. 1-0 voor Terlede na een kwartier voetballen. De prima voorzet van Petronia. En Waier schiet hem binnen. En dan zit Terlede op rozen. Want een gelijkspel volstaat. En de thuisploeg staat met 1-0 voor. En er is eigenlijk geen veldje aan de lucht. Kan het hier 2-0 worden? Maar Van den Berg ziet zijn schot gekeerd worden door Koning. Van den Berg vertrekt na dit seizoen bij Terlede. Gaat voetballen bij SJC uit Noordwijk, dat nu al uitkomt in de derde divisie. Ook Sandbergen gaat bijvoorbeeld weg bij Terlede. Die gaat naar VVSB toe. Opnieuw een aanval voor de thuisploeg. Met Van den Berg. Dat eigenlijk niet zoveel te duchten heeft van de Westlanders. Dit schot wordt klem vastgepakt door de doelman. En zo is de ruststand 1-0 in het voordeel van Terlede. Voorzet van Rodenburg kan worden weggewerkt. En Terlede eruit via de counter. Bok wordt hier vastgehouden, maar het mag doorgaan van de scheidsrechter. Ook wil het publiek een vrije trap hebben. Van Otterlo naar Van den Berg. 2-0. En dat is de titel voor Terlede. Want het kan toch niet meer fout gaan. 55 minuten gespeeld. En Terlede op een 2-0 voorsprong. En het feest wordt gevierd met de veldspelers en met de reservebank. Goede paas hierop van Otterlo. Die kan nog topscorer worden van de hoofdklasse A, maar is niet zelfzuchtig. En geeft de paas aan Joey van den Berg, die er beter voor staat. En hij maakt er 2-0 van. En dan kan het toch niet meer fout gaan voor de rood-gele brigade uit Sassenheim. Van scheidend trainer Henk Wisman. Want die vertrekt na dit seizoen bij Terlede. Werd al eens een keertje kampioen met Terlede in 2014. Toen met Sportlust 46 in Woerden. Toen promoveerde Terlede naar de topklasse. En nu gaat Terlede promoveren naar de derde divisie toe. Wisman trouwens wordt de nieuwe coach van Rijnsburgse Boys voor de volledigheid. Gielissen, gaat hij er nog 3-0 van maken? Nee. Hij schiet de bal in het zijnet. En dan kan het feest gevierd worden door Terlede. Het stond 11 punten achter Volendam. Bij de winterstop waren het er 10. En waar Volendam vorig seizoen kampioen werd in de eerste klasse, door in de laatste 9 wedstrijden van het seizoen 9 punten goed te maken, krijgen de Noord-Hollanders nu een koekje van eigen deeg.
Want Terlede doet hetzelfde, maar dan in de hoofdklasse. En dan is het kampioenschap een feit. En dan gaat Terlede nu definitief promoveren naar de derde divisie. Naar het niveau waar ze eigenlijk thuis hoort. Groot feest op het veld. Met vuurwerk, confetti en bloemen. En natuurlijk de schaal. Daar is hij. Wordt Terlede kampioen van de hoofdklasse A. In het seizoen 2018-2019. Ik wist maar wat een afscheid zeg. Ja, prachtig. Zeker als je kijkt naar het verloop, naar deze apotheose. Want vlak voor de winterstop stonden we nog 11 punten achter Volendam. En nu hebben we die laatste wedstrijd gespeeld. En dan zijn we er 6 voor. Dus houd in dat we 17 punten zijn ingelopen. En ik denk dat dat een geweldige prestatie is van het team. Maar van de hele club, van iedereen. Dat iedereen daar zijn steentje in heeft bijgedragen. Hoe erg snakt Terlede hiernaar? Ja, heel erg. Terlede is een club die hoort in de derde divisie. Ze hebben de accommodatie, alles is hier goed om een derde divisie te spelen. Ja, en als dat het dan 2 jaar geleden natuurlijk mis is gegaan, het kampioenschap. Vorig jaar net aan, niet gepromoveerd. Dat het dan nu wel lukt, is echt top. Die 2-0 voor jou is wel een bevrijding, hè? Ja, heerlijke aanval en goed dat hij hem afgeeft. Het was zeker een bevrijding. Na die 2-0 gingen we heel los voetballen en was het gewoon de wedstrijd uitspelen. Waar je natuurlijk een echte Terlede familie. Je vader heeft in het eerste elftal gespeeld, ja, en nu word jij kampioen. Ja, klopt. Ja, hij had al een interview gehad, toen zei hij al dat ik meer moest gaan scoren. Dus hij zegt het en ik doe het. Dus, Jij hebt het op het juiste moment gedaan. Ja, precies. Ja, het is mijn 2e doelpunt pas. Dus. Nee, maar ja, mijn vader die is natuurlijk ook kampioen geworden en nu ik. Ze treden zijn voetsporen, zoals ze dat zeggen. En volgens mij moet je ook prima mee kunnen in die derde divisie. Ja, het is meer voetballen natuurlijk. Ik denk dat de hoofdklasse wat meer fysiek is. Ik denk, wij zijn wel een voetballende ploeg en dat moet ons voordeel zijn in het volgende seizoen. Wat voor feest gaat er nu losbarsten in Sassenheim? Ik hoop dat we dat alles, dat we morgen niet meer herinneren bij wijze van. En dan de foto's altijd de herinneringen zijn. Komt helemaal goed. Gefeliciteerd. Dankjewel.